Vanmorgen rond 4:15 is de brand uitgebroken in de opslagloods hier achter mij. Het gaat hier om een loods van ongeveer 30 bij 50 meter groot. En in die loods lag bedrijfsafval opgeslagen. En was de brand uitslaand? Nou, ik weet niet wat toen de brand op de plaats kwam, of de uitslaande brand betrof. Wat ik wel kan vertellen is dat de brand zich wel dusdanig heeft kunnen ontwikkelen dat het een uitslaande brand is geworden. Zijn er gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig? In het pand zelf zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig. Er ligt bedrijfsafval opgeslagen. Dan moet u denken aan bouwafval, groenafval, maar ook bijvoorbeeld slachtafval. De brand gaat wel gepaard met forse rookontwikkeling. En rook is natuurlijk altijd gevaarlijk. Wij adviseren altijd mensen altijd blijven uit uw rook. De rook trekt over het buitengebied heen, dus niet over bewoond gebied. Dus het houdt in dat er voor de omgeving geen gevaar is geweest. Hebt u nog woningen geëvacueerd? Nee, dat was niet noodzakelijk. Zoals ik net vertelde, ging de brand gepaard met forse rookontwikkeling. Die trok over het buitengebied heen, waar geen mensen wonen. In de bedrijfspanden in de omgeving is op deze dag gelukkig ook niemand aanwezig. Dus het was niet noodzakelijk. Zijn de mensen gewond geraakt bij de brand? Nee, daar hebben ze geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. Is er al iets te zeggen van hoe de brand heeft kunnen ontstaan? Nee, daar is het nu echt nog te vroeg voor, want we zitten nu nog in de fase van de brandbestrijding. We verwachten nog zeker uren bezig te zijn en pas daarna kunnen we onderzoek gaan starten naar de oorzaak van de brand. Dankjewel. Ik heb hier gehoord, hè? Een braaf eerder. Ik heb het gehoord, ik heb het gehoord.